zeer, zeer spannend. Dus ik ben echt ook wel wat zenuwachtig. Het is voor de eerste keer dat 2000 mensen de film gaan zien. Het feit dat er zoveel volk komt kijken naar een film over dit soort onderwerp, dat warmt mijn hart echt. De film gaat over Rosita en zij is een vrouw. Ze is super populair in haar gemeenschap. Ze is heel vrolijk en leuk. En ze wil heel graag een kind. Maar haar familie en haar omgeving vinden misschien dat zij niet geschikt is om moeder te worden. Omdat Rosita niet altijd even goed voor zichzelf kan zorgen. Het is echt een film die ons herinnert aan het belang van kijken naar elkaar, houden van elkaar, bezig zijn met elkaar. Ik vind dat Wannes de Stoop dat met een ongelooflijke precisie en heel veel empathie geregisseerd heeft. Het is geen evident onderwerp voor een film aan te maken. Ik hou meer van ontploffingen en zotte plot. En Wannes heeft het allemaal niet nodig, dus ik vind het echt chic gedaan. Het is niet vaak dat je films ziet waarin dat je een echt hartverwarmend einde krijgt, maar dat je ook het realisme voelt van de problematiek. En ik vond die twee samen wel echt heel straf. Heel mooi, heel gevoelig, heel fragiel, stemt tot nadenken. Ik heb gekeken en me laten overrompelen en er wordt prachtig gespeeld. De boodschap van we willen empathie promoten, dat is niet slecht, hè? Ik denk dat dat helpt. Die film gaat daar zeker aan helpen. Ja, het is echt zoals ik vind dat een goed verhaal verteld moet worden. Eenvoudig en daardoor heel goed, vind ik. Ik vond het heel mooi. Hoe lang hebben we moeten wachten op Daphne Achte? Wat een prachtige actrice. Ik had ze nog nooit gezien. Ik was echt overdonderd door wat Daphne Achte heeft gedaan. Ik vond haar echt ongelooflijk schoon gespeeld. Ik vond het een hele, hele mooie film. Het is geen spektakelfilm, het is niet groots, groots, groots. Maar het is zeer groot qua warm hart en qua emotie. Het is echt een hele mooie, en ik denk internationale film ook. Omdat het is een thema dat men overal in de wereld begrijpt. Top film, echt. Ja, mensen. Het gaat over mensen en dat is zo. Ik zie dat graag. Dus voor mij was het echt een heel geslaagde film. Hij heeft zo'n heel eigen stijl en hij houdt daaraan vast. En dat is wel iets dat weinig ziet in Vlaanderen. Dus dat is, voor mij springt dat eruit. Dat is Wannes de Stoop. Heel goede dialogen. Echt ook proficiat aan het schrijversteam. Echt niet gekunsteld. Dingen die je zo hoort uitspreken door mensen die je passeert. En dat vind ik altijd heel belangrijk voor een film. Ik ken Wannes al heel lang. En ja, hij heeft vandaag voor mij ook bevestigd dat hij een absolute signatuur heeft. En die heel dicht bij hem staat. Het is Stoopcinema. Ja, Wannes heeft een hele schone, warme, vooral echt een warme film gemaakt die hoopvol is. Dus ik hoop echt dat iedereen die film in zijn hart kan sluiten en daarna gaan kijken, want het is echt de max. Ik denk zelf ook dat films zo heel zwaar moeten zijn of zo. En dat je zo buiten moet komen met een knobbel in je buik of zo. En met veel verdriet of zo. Of nog uren moet nadenken. En die film doet dat niet, maar toch ontroert die wel. En dat is wel echt iets dat bijzonder is of zo. Dus ik zou zeggen, sowieso gaan kijken. Absoluut.